Ik ben zo teleurgesteld dat er geen tumbleweed te vinden is. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda. The Legend of Zeep. Ocarina of Time, ik ben er weer. In de vorige aflevering hebben we met veel pijn en moeite eindelijk de woestijn door weten gaan. Hebben we helaas geen tumbleweed gevonden. Zijn we erachter gekomen dat we niks in het Spirit Temple konden doen. En tot we dus terug in de tijd moeten gaan, dan zijn we als jonge zeepje teruggekomen. Hebben we zaadje geplant hiervoor, wat heel erg belangrijk is voor later in het spel nog. En kunnen we dus eindelijk zeg maar in de Spirit Temple gaan kijken wat we hier nu 7 jaar geleden kunnen doen. Oké, deze vassen, die zijn er dus zeg maar nog steeds. Die steen die staat er ook. 7 jaar geleden was er heel... Hey, hallo... Hey, waarom sta je hiervoor? I haven't seen you around, kid. What do you want? Als ik ga vertellen over de tempel, dan gaan ze natuurlijk vragen stellen van hoe weet jij dat dit een tempel is? Looking for the sages, dan vragen ze wat de sage zal zijn, want daar heeft ze natuurlijk nooit van gehoord. Weet je wat? Niks. We hebben hier niks te doen. You have nothing to do. What a good timing. Can you do me a favor, kid? Misschien. Wait a second. I want to ask you first. You wouldn't happen to be one of Ganondorf's followers, would you? Nou eigenlijk, ik haat Ganondorf. Maar ja, misschien is zij wel een van Ganondorf's followers, dus what if I am? Don't try to act cool, kid. I was just asking. A kid like you could never be one of Ganondorf's followers. Nee, ik volg hem ook niet op Twitter of Facebook. Ik serieus, man. Ik bedoel, zo'n mafkezen. Dan is je niet op. Well, let's cut to the chase. First of all, let me introduce myself. I'm Naburu of the Gerudos. I'm a lone wolf thief. Oh ja, we hebben van jou geleerd. 7 jaar in de toekomst. Oh, mag ik niet over praten. But don't get me wrong. Though we both thieves. I'm completely different from Ganondorf. With his followers, he stole from women and children, and he even killed people. Ja, dat heeft hij inderdaad in deze tijdlijn ook al gedaan. A kid like you may not know this, but the Gerudo race consists only of women. Only one man is born every 100 years. Hoe is dat mogelijk? Even though our law says that the lone male Gerudo must become king of the Gerudo, I'll never bow to such an evil man. By the way, what is your name, kid? Ik ben Zeepie! What kind of name is that? Well, anyway... Nou, dat is nog altijd beter dan de Buru. Ik bedoel, serieus, wat is er mis met de naam Zeep? I want to ask you a favor. Natuurlijk heb je nog nooit gehoord van zeep in de woestijn. Will you go through this tiny hole and get a treasure that's inside? Misschien. The treasure is the silver gauntlets. If you equip them, you can easily push and pull a very heavy things. No, kid. Don't even think about keeping this treasure for yourself. The silver gauntlets won't fit a little kid like you if you try to equip them. I want you to be a good boy and give them to me. Ganondorf and his minions are using the Spirit Temple as a hideout. Only the silver gauntlets will allow me to sneak deep in the temple. Hoe spannend. Once there, I'm going to steal all of the treasure inside and mess up their plans. How about it? Will you do it? Ja. Thanks, kid. You and I. Let's give Ganondorf and his followers a big surprise, shall we? Nou, vooruit dan. If you can successfully get the silver gauntlets, I'll do something great for you. Zoals? Nou ja, in ieder geval, ze gaat dan zeg maar aan de kant waardoor dat als wij hierin kunnen kruipen. En dus zeg maar op zoek kunnen gaan naar de silver gauntlets. Dat is onze missie. Vergeet niet, in deze tijdzone, we zijn nog jong. Ganondorf heeft pas net de Triforce of Power te pakken gekregen door ons toedoen. Dus dat is eigenlijk best wel eigenlijk een dom iets. Maar ja, door onze toedoen heeft hij dus zeg maar dat te pakken gekregen. Dus dat is eigenlijk best wel een nadeel. Maar aan de andere kant hoeven we ons daar niet echt zorgen over te maken. Want ja, het is maar een Ganondorf. Oké, oh boem. Double kill! Uh-oh. Dank je voor je bom. Oké, nou, hij heeft zeg maar net de Triforce of Courage, de Triforce of Power te pakken gekregen. Dus het voordeel wat wij nu op dit moment hebben, is dus dat we niet zorgen hoeven te maken voor extreme vijanden of iets in die trend. Omdat Ganondorf nog niet, zeg maar, die 7 jaar de tijd heeft gehad om dus, zeg maar, heel Hyrule ondersteboven te gooien. Wat voor ons nog een voordeel is. Oké, nou, we zien dus, zeg maar, nou dat deze deur open gaan. We willen door de linkerdeur heen, hè.
En dan lopen we eigenlijk praktisch een rondje eromheen, hè, wat we dus zeker willen doen. Als jong Link moet je hier tegen een stalfos vechten. Dit is de eerste keer dat je dus zeg maar tegen een stalfos moet vechten. Dit kan zeker moeilijk zijn, aangezien dat je dus zeg maar niet echt veel range hebt. En je wil dus proberen hem dus zeg maar naar beneden te laten vallen, zodat je geen last van hem hebt. Door dit te doen... je krijgt geen reward van hem of iets, dus... Hoef je dus zeg maar niet hem vaak te raken. Dus het makkelijkste is om hem van de ledge af te douwen. Oké, nou, ik wil die schakelaar dan raken. Deze brug valt dan neer. En dan kunnen we dus zeg maar deze Green Bubble. Die hebben we al een keertje eerder ontmoet eigenlijk, zeg maar. Die hebben we toen ontmoet bij de mini-tempel in de well. En ja, hij is niet echt zo'n uitdagend. Vergeet niet, je hebt Nyru's Love. Nyru's Love kun je gebruiken als een kit. Mocht je problemen met sommige dingen hebben, kun je hem dus altijd gebruiken. Zorg je dan op zijn minst voor dat je Green of Blue Potion bij je hebt. Een Green Potion zorgt voor magie. Blue Potion zorgt voor health en magie. En dan kun je Nyru's Love blijven spammen totdat je erbij neervalt. Wat ik liever hier altijd bij me geëquipt heb, dat is Dins Fire. Er zit hier namelijk een vijand. Die vijand die doet precies hetzelfde als wat jij doet. Het enige nadeel is, je kunt hem alleen maar verslaan met vuur. Hoe doe ik dit 9 van de 10 keer? Door gewoon Dins Fire te gebruiken. Vergeet niet, het is een Circle of Fire en je doet het met vuur. Normaal gesproken zou je een puzzel moeten oplossen. Ik zal jullie de puzzel heel eventjes laten zien. Je hebt hier een schakelaar. Op het moment dat je die schakelaar raakt, ontstaat ergens een Circle of Fire. En dan moet je hem dus inlokken door dus zeg maar naar die kant toe te lopen. En dan zeg maar voordat de tijdslimiet om is, hem te laten raken door die Circle of Flame. Nou... Ik word nou zelf geraakt door de Circle of Flame en geen liefhebber van. Maar dat is dus eigenlijk zeg maar de manier waarop dat je hem zou moeten verslaan. Maar ik ben lui en ik doe gewoon dit fire gebruiken. Of, zoals je dus zeg maar weet, kun je de fire arrows gebruiken. Wat iets minder schade zeg maar zal, of wat minder magie zal gebruiken. Mochten we die vijanden tegenkomen... Oh ja, wacht even, fire arrows kunnen we hier nu niet gebruiken. Want Link, jonge zeep, weet niet hoe dat hij een pijl of boog moet gebruiken. Nou, heb je dus zeg maar weer deze stomme wallmasters of ceilingmasters in dit geval. Dus daar wil ik ook voor uitkijken. Mag ik mijn slingshot? Want ja, ik vind het wel grappig dat we dus zeg maar de pijlenbogen niet mogen gebruiken. Dat vind ik eigenlijk best wel jammer. Kan ik jou raken? Volgens mij wel. Zo niet, dan ben ik boos. Nee, ik kan hun niet raken. Oké. Nou, moeten we hier dus zeg maar weer van die rupees pakken. Er zit hier ook een Golden Sculptula aan de andere kant van de muur. Dus op dit moment kunnen we er nog heel weinig mee. Wat ik wel grappig vind is die vleermuizen, zeg maar, die willen je proberen te raken, maar die kunnen je niet raken. Kijk wel uit, want kruip je dus achter die Golden Sculptula, die kan je wel op een of andere vage manier damage geven. Dus zorg ervoor dat je niet zeg maar, bij die Golden Sculptula kruipt, want dan heb je een grote uitdaging. Oké, nou, en dan zit er nog eentje daarboven in die hoek. Oh, dit is zo vervelend. Als je valt. Jammer hè, dat je hier niet doorheen een keer squirmen. Oké, nou als we dit gedaan hebben, willen we dus wel uit gaan kijken voor die Zubats. Want ze kunnen dus zeg maar nou wel vervelend. Ik weet niet, waarom zijn ze weer terug daar naartoe gespand? Of ze zitten daar gewoon vast bij die Golden Sculptula, dat kan natuurlijk ook. Nou ja, mij hoor je niet klagen. Nou, zoals jullie weten, Golden Sculptula's kunnen we alleen maar pakken met de boomerang. Kunnen we dus zeg maar niet de hookshot voor gebruiken. Want de hookshot weten we niet hoe dat we die moeten gebruiken als een klein kind. Wat eigenlijk best wel raar is, omdat die kan dus zeg maar heel erg sterk zijn. En zijn we lichter, waardoor dat we dus zeg maar makkelijker van A naar B kunnen springen. Maar het mag niet zo maar. Oké, okay, nou, deze die mag dan hierheen. Nou, hier hebben we dus weer Dint Fire voor nodig. De slingshot mag wel even weg. Nogmaals, Fire Arrows kunnen we niet gebruiken omdat we jong zijn. Dus, kleine kinderen weten dus niet hoe dat ze pijl en boog moeten gebruiken. Ik weet echt niet waarom, maar even kijken. Is die dan... Waar is die kist? Oh ja, natuurlijk op de rode loper. En deze cirkel, die moeten we dus zeg maar lopen voor... Een sleutel! Fun fact, met de mini-dungeons niet meegerekend, is dit de enigste plek waar dat we dus zeg maar een dungeon of tempel ingaan. In dit geval, dit is de dungeon side van de Sperentempel. Waar we dus zeg maar echt small keys kunnen vinden. Nou, zoals je dus nou ziet, hebben we een rondje gelopen, komen we hier uit en daar zien we dus zeg maar dadelijk gelijk onze gesloten deur zitten. Dit duurt niet zo lang, het is eigenlijk best wel een kleine ding wat we hier moeten doen. Maar het is wel leuk verzonnen. Ik bedoel, ik vind het wel leuk verzonnen dat je hier als Young Link eigenlijk dus zeg maar, Young Zeepy in ons geval, eigenlijk doorheen moet. Oké, hier hebben we weer een nep Sculptula. Nog een nep Sculptula. Die willen we uitschakelen, want op het moment dat we gaan klimmen, proberen ze in je te dashen. Dat willen we natuurlijk niet. Oké, nou gaan we hier naar boven klimmen.
En we horen hier ook weer een rielskulselaar. Wat leuk. Nee, ik wou... Kom op, naar beneden. Hallo. Hallo, meneer Spin. Wat bent u vervelend. Wilt u alstublieft... Dank je. Ik vind dat geluid, ik weet niet. Ik vind dat een creepy geluid. Oké, nou. Wat wil je moeten doen? We zien hier een zonnetje op de grond. We zien daar een skulltjela. We zien daar nog een skulltjela. En we zien daar dus zeg maar een muur met barsten erin waar zonlicht achter zit. Nou, 1 plus 1 is 2. We hebben hier ook van deze draakjes. Jullie hebben we niet meer gezien sinds de vuurtempel. Hoe gaat het? Hé, hey, lang niet gezien, Sterf. Dan zien we dus zeg maar hierboven ook een schakelaar zitten. En deze schakelaar die geeft ons... Als ik me niet vergis, een kistje. Als ik me niet vergis, een kistje. Excuse me. Dank je. In dit kistje, dat kistje dat willen we later pas openen. Op dit moment willen we hem nog niet openen. Oh, weer zo'n dude. Ga weg. Ga heen. Heb jij me nou net damage gedaan? Foei, stoute jij. Ik vind het eigenlijk best wel komisch. We moeten een stelvos verslaan en dan gooien ze deze lizard er gewoon bij. Goed, nou, wat we daar moeten doen voor die... voor Oorswind. Hier is de enigste plek, zeg maar, waar dat we echt het bomjuice nodig gaan hebben. En ik gooi hem verkeerd. Of niet? Nee, ik gooi hem goed. Wauw. Oké. Prima. Nou, zonlicht schijnt erop. Deurtje gaat open. Kan ik jullie even rustig laten zien wat er dus, zeg maar, hier in deze kist zit. In deze kist zitten gratis en voor niks... 5 rubies. De andere kist daarentegen... Ik vergis mijn eigen weer eens hoor. Daar zitten gratis en voor niks... Bomjuice. Weten jullie nog dat je bomjuice moest kopen voor 200 rupees? Doe het niet. Het is een waste of rupees. En moet je kijken, we zitten op dit moment al op 44 rupees. Of 44 rupees voor mij nou. 44 bomjuice, dus we hebben hem niet nodig. Oké, voordat we hier verder lopen... Doe deze standbeeld van de baan. Recht hier op deze schakelaar. Meer hoeven we hier eigenlijk niet te doen. Je kunt hier wel naar beneden toe springen, maar daar beneden is niks te exploren. Het is een hele grote kamer, maar... Ja, we hebben hier eigenlijk heel weinig te zoeken, dus... We kunnen hier gewoon de deur door. Laten we de deur doorgaan, want ik heb er zin in. Hallo, deur. Oké, trapje omhoog. En dan hier... Komen we bij nog een puzzelkamer. Echt serieus, waarom zoveel... Echt alsof dat ze niet meer wisten van... wat voor puzzels zullen we hierin gooien? Want nogmaals, het is een leuke puzzel die ze hierin hebben. Dit is echt één hele leuke puzzel. Het enige nadeel is... Silver rubies. Don't want. Ik snap echt niet waarom dat ze zoveel van die silver ruby puzzels erin gooien. Ik bedoel... Ik snap misschien in een order een switch of zo. Dat zal anders zijn. Maar die silver rubies verzamelen... Dat wordt gewoon... Het is net als de red coin missies in... in Ocarina of Time, wou ik zeggen. Het is net als de red coins, zeg maar, in Mario 64. Er zijn er te veel. Overal de red coins, overal van verzamel dit, verzamel dat. Alsof dat ze er echt zo'n gigantische fan van waren dat je dus, zeg maar, dit zou moeten doen. Ik weet niet waarom. Het is vervelend. Als ik me niet vergis, is deze ook voor een... Moet ik even nadenken. Volgens mij laat dit een kistje vallen of steekt het deze toortje aan. Eén van die twee. Dus, oké, nou, climb... Oh, dit is zo vervelend. Oké, dan pakken we hem nog. Deze steekt de torch aan. Oké. Nou, de reden waarom dat hij de torch aansteekt is... Op het moment dat wij dus zeg maar onze Deku Sticks pakken... Geloof me, dit kan ook... Je kunt het proberen met Dinsfire, maar voordat je Dinsfire hebt gedaan... Zullen de sticks zeg maar... Of zullen de torches weer uit zijn. Dus je moet het echt met een Deku Stick doen. We hebben deze puzzel al heel lang niet meer hoeven te doen, dus zo... moeilijk zal het niet zijn. Dus ja, je hebt inderdaad zeg maar één vuurtje nodig die aan moet zijn. En volgens mij hebben we 3 toortjes. Ja. En die laat het kistje vallen. Oké. Wat zat eigenlijk weer in het kistje? Waar zit het kistje? Kistje! Die zit daar boven. Ja, die zit daar. Oké. Volgens mij was dit voor een sleutel. Tenminste, daar ga ik wel van uit, want waarom zou het een item zijn? Waarom zou je zoveel moeite, dan zou je de zilver rubies moeten pakken om de toortje aan te steken, om alle toortjes aan te steken? Ja, sleutel, oké. Ik wou al zeggen, anders zou het echt het niet waard zijn, dan hoefde je dat nog niet eens te doen. Oké, nou is er dus zeg maar nog één puzzeltje die we hierop moeten lossen. Echt, het is een puzzelkamer. Wij zien hier zeg maar 4 stenen en 1 van die stenen heeft een zonnetje erop en we hebben dus zonlicht.
Nou, de enigste manier om dus, zeg maar, die zonnesteen in de zon te krijgen, is dus, zeg maar, om die steen erin te douwen. Om die deur daarvoor te openen. Dat is het enigste, zeg maar. Ik vind het leuk dat het een grote puzzelkamer is, dat zeker. Maar tot ze helaas weer die zilveren rupees erin hebben gegooid. Ja. Ik ben echt weer blij. Zilveren rupees later in het spel. In Majora's Mask bijvoorbeeld, daar heb je zilveren rupees en die zijn 200 rupees waard. Dus blij dat ze ze daar eruit hebben gegooid. Echt, daar ben ik heel blij om. Vergeet niet, allebei de spellen, zowel Ocarina of Time als Majora's Mask, zijn te verkrijgen op de 3DS. Voor de mensen die nieuw zijn in de serie. Oké, nou, die deur is eindelijk open. En dan kunnen we hierdoor. En dan zullen we hier gelijk natuurlijk een andere deur nog vinden, die dus zeg maar op slot zit. Ja hoor. En er zit er trouwens ook een Golden Skull net boven de deur. Gelijk meepakken. Ik weet niet, zal ik al op 60 zitten? Ik bedoel, we hebben zoveel extra Golden Skull al opgepakt. Daar ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Leer Mikkezeepie. Oké, vooruit dan. Gedaan. Oké, wat zit hier? Als ik me niet vergis, geven ze hier hartjes. Ja, oké. Want dit kan best wel creepy zijn. Wat we nu moeten gaan doen. We hebben hier een Iron Knuckle. Dit is de eerste keer dat we een Iron Knuckle tegen gaan komen. En Iron Knuckles kunnen enorm veel pijn doen. Een Iron Knuckle kan 4 tot 5 hartjes schade doen. Dus, heb je geen ervaring met Iron Knuckles? Heb je moeite met niet geraakt worden? Ik raad aan, omdat je hier als jongeling, Zeepie, hoe dat je hem ook hebt genoemd, staat en hem moet verslaan met je botermesje. Gebruik hem. Ik daarentegen neem de challenge om hem niet te gebruiken, want zo moeilijk zijn Iron Knuckles gelukkig niet. Wat je wil doen is, je wil hem een keer raken, dan wordt hij wakker. En dan is het een boos konijntje. Oké, wat je wil doen is, als hij één keer geslagen hebt, wil je gewoon een jump aanval doen. En dat wil je gewoon blijven herhalen. Dus sla hem, wacht tot hij gaat slaan. En gebruik een jump aanval. Blijf dit doen. Kom je hartjes tekort, zorg ervoor. Dat was dom. Zie je, 4 hartjes schade, dat doet pijn. Mocht je dus zeg maar veel geraakt worden, zorg ervoor tot hij die pilaren omgooit om hartjes te krijgen. Doet hij deze zijwaartse aanval, gewoon achteruit springen, wachten tot hij dus zeg maar 2 keer heeft geslagen. En doe opnieuw een jump aanval. Rip, rip. Oké, dan raakt hij zijn helm kwijt, is hij een stuk sneller. Wat je dan wil doen is, blijf hem steken. Elke keer als je hem steekt, zal hij dus eventjes zeg maar een animatie terug doen. En dat zal dus ervoor zorgen dat hij niet gaat slaan. Dit kun je oneindig blijven doen totdat je hem verslagen hebt. Dus deze tactiek wil je blijven gebruiken. Totdat je hem verslagen hebt. Yay, we zijn maar 1 keer geraakt en we hebben Iron Slab niet hoeven te gebruiken. Victory. Ah, oké. Dit kun je eigenlijk een beetje zien als de mini-boss van deze tempel, dungeon, hoe je het ook wil noemen. Hey, what's up, Zeepie? Nee! 5,5 jaar later. Nee, grapje. Surprise to see me? Nog wel, ik dacht dat je dood was. A long time in this world is almost nothing to you, is it? How mysterious. Even I thought that the tales of a boy who could travel back and forth through time was merely a legend. Dude, ik heb jou niet in de toekomst gezien. Dus voor jou is er misschien net een paar dagen, misschien net een week voorbij geweest voor de laatste keer dat je mij gezien hebt. Voor mij is het lang geleden omdat ik ontiegelijk veel in de toekomst heb gereisd waar jij niks van af weet omdat het nog niet gebeurd is. En in de toekomst hebben we jou 1 keer misschien zien vliegen. Maar dat wil niet zeggen dat jij dat nu kan weten, omdat dat is pas 7 jaar in de toekomst. Dus dat zou jij nu nog niet moeten weten. Iets in die trend. Zeepie, you have fully matured as an adult. Dat weet jij nog niet eens! From now on, the future of all of the people of Hyrule is in your shoulders. Maybe it's not my time anymore. Here's my last advice. 2 witches inhabit this temple. In order to destroy them, turn their own magic power against them. Hoot! Do you want to hear what I said again? Nee! I will continue to watch over you. They're coming to blow me away. They're coming to take me away. Doei. Ik weet niet waar dat hij het over had, maar die L is raar. Ik bedoel, hij weet niet wat ik in de toekomst allemaal heb gedaan, want daar was hij nog niet bij. Plus, dat is nog niet gebeurd op dit moment. Dus, de items die ik mee heb genomen, die heb ik misschien bij me, maar hun niet. Omdat hun weten dat niet. Ik bedoel, dat is in de toekomst.
Maar goed, we hebben de Silver Gauntlets gevonden. If I wore them, I could be the power in my arms. The power to lift things with A. Je kunt ze een beetje zien als de power bracelet die wij nou op dit moment gebruiken. Maar dan nog sterker. Ja, en... But these gauntlets won't fit the kids. Plus, you promised to give them to Tomorrow. You should keep your word. Oké, zandstorm. Auw, mijn ogen. Zand in mijn ogen. Ik zie niks. Screamy? Hey! Zo, sorry. Hey, where are you taking me? Ik ben die stem weer kwijt, hè. Erg is dat, zeg. Yeah! Let me go! Let me go! Oké, sorry. Niet daar, niet daar, niet daar. Oh, daar! You fiend! Ganondorf's minions! Duh. Zeepy! Get out of here now! Dan maak je zelf wel uit. These witches, they're using black magic on me! No! Dat is niet mijn probleem. Dus... Dat wil zeggen dat ik die handschoenen kan houden. Sneaky, maar true. Dus, ik denk dat ik die handschoenen gewoon voor mezelf ga gebruiken. En dan zal ik waarschijnlijk dat grote blok kunnen gebruiken. Dat ik dat aan de kant kan schuiven. En dan kunnen we dus verder met de tempel. Dus, ja, ik denk dat ik dat ga doen. Dus, beste kijkers, morgen gaan we natuurlijk weer verder met de GTA 5 heist. Aangezien dat het weekend is. En er zal nog een update video vandaag waarschijnlijk komen. Tenminste, als die af is, dat ligt eraan. Dus ik denk jullie voor het kijken. Heb je een leuk momentje? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. Laat een like achter als je daar de tijd voor hebt. En ik hoop jullie dan morgen te zien bij de heist. Maandag hoop ik jullie weer te zien bij de volgende aflevering. Want dan gaan wij terug naar de Temple of Time. Als volwassenen gaan we kijken waar deze plant ons hier brengt. En gaan we dus beginnen met de Spirit-tempel. Dus ik dank jullie voor het kijken. En ja, hopen dat jullie nog verder een hele fijne dag hebben. En ik hoop jullie morgen weer te zien. Dus tot dan. Doei!